Het leger zal het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, op verzoek assisteren in de kwestie waarbij het gebouw van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is getroffen door rukwinden. Dit vertelde defensieminister Krishna Kumari Mathura gisteren aan journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw stelt dat er eerst een analyse gemaakt is van hoe er ingegrepen moet worden. Wat NCCR heeft is, NCCR inventariseert de schade en kijkt wat zijn de eerste maatregelen die zij moeten treffen. En het gaat bijvoorbeeld om beschermen, het plaatsen van dakzeilen, het verwijderen van bomen als die omgevallen zijn, het bieden van hulp, verplaatsen van zaken. Dat is wat NCCR doet, afhankelijk van welke situatie zich heeft voorgedaan en daar helpen onze militairen erbij. De minister vertelde verder dat er aan gewerkt wordt om meer bevoegdheden aan Defensie te geven. De leider van Defensie is van mening dat het leger en Defensie een veel betere rol moeten hebben in landsbelang.